voorstelling. Een hele goede zondagmorgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Zondagmorgen. Ja. Kijk maar weer even naar de achtergrond. Geen bos. Nee, vorige week had ik al gezegd dat ik wel last had van mijn kuit. Ik doe even rustig aan met hardlopen. Ik vind het wel jammer. Ik merk wel dat ik het wel mis. Goed, ik moet aan mijn lichaam denken. Als goed sportverzorger zijn, moet je daar natuurlijk wel rekening mee houden. Nee, ik moet even goed nog een weekje rust pakken. Volgende week ga ik weer proberen. En dan kijken we hoe dat zich gaat ontvouwen. Maar goed, wel even naar de fitness geweest. Want ja, het is toch belangrijk om daar wel bij te houden. Om dat ook bij te houden. Dan doe je in ieder geval nog iets. Beter dat dan helemaal niks doen. Eens kijken, kan het iets beter zetten. Dus ja, dat. Vandaag ook de laatste competitiewedstrijd met Juliana. Ja, ik ben benieuwd. Ik zeg er even niks over. Komt goed. Nou. Was wel even lekker. Eventjes bezig zijn. Op een of andere manier leek het wel of dat het vandaag zwaarder was dan anders. Why? I don't know. Ik zou het niet weten waarom. Het was... Ja, ik weet niet, misschien omdat je dan toch een ander ritme hebt met dat hardlopen. Ik ben nu 12 minuten op een fiets gaan zitten. En een aardig tempotje erin gefietst. Met een aantal zeg maar, omwentelingen die je dan probeert vast te houden en dan je weerstand verhogen. Dat is een beetje als een spinning training. Ja, dat was... Het was ook wel lekker om te beginnen. Dan ben je in ieder geval lekker warm. Het verbaast me soms dat ik vanmorgen zag ik het weer. Dan ben je zelf aan het warm fietsen of lopen of wat dan ook. En dan komen er gasten binnen die dan niks warm draaien. Die gaan meteen naar de apparaten, pakken meteen gewicht, misschien wel zwaar lichtgewicht. Dan gaan ze meteen aan die gewichten lopen trekken. Ik denk, ja, hoe dan? Mag je jezelf niet meer warm maken of zo? Of moet je binnen een bepaalde tijd weer terug zijn? Neem dan de tijd. Ga even warm worden. Dat is beter voor je eigen. Maar goed, dat moet je eigenlijk ook helemaal zelf weten. Maar dat zijn wel dingen die mij dan wel weer verbazen. Je bent dan bezig met een sport, met fitness, met kracht, met weet ik het. En dan ga je eigenlijk niet even warm maken. Bij iedere sport of wat dan ook, ga je even warm maken. Tenminste, lijkt mij, dan ben je goed bezig. Dan let je op je, vind ik, dan let je op je lichaam en op wat je wil gaan doen. Dat je lichaam even laat wennen, even laat warm worden, je spieren laat warm worden, om blessures zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ja, het blijft toch een, ja, iets raars. Hoe dat dan... Hoe dat je dat dan gaat rijmen. Ik snap het gewoon niet. Ik snap het gewoon niet. Je gaat toch ook niet een marathon lopen. Die gaat niet gewoon zijn dingetje halen. En die gaat aan de finish staan. En die gaat meteen even 42 kilometer. Die loopt bijna 2,5 kilometer lopen ze warm. Als het niet meer is. Om echt goed lekker warm te worden. Om die afstand te kunnen gaan lopen. Om noem maar op. Zwemmers ook, die wedstrijdzwemmers, die gaan eerst een paar baantjes warm zwemmen. En dat doen ze niet voor niks. Ja, zo is het ook met mensen die aan de fitness doen. Ik vind, je moet je eigenlijk gewoon even warm maken. Dan zeg ik nogmaals, er zijn erbij die zich dan wel warm maken door dan een lager gewicht te pakken en dan zeg maar een aantal reps te doen. Om dus dan warm te maken, maar ja, ik weet niet of dat daar genoeg is. Ik weet niet of dat daar genoeg is. Maar goed, nogmaals, eigenlijk moet je het ook aan mezelf weten, maar het verbaast me gewoon af en toe. Bij voetbal ook, dan ga je warm lopen, dan ga je oefeningen doen.
na een half uur pijn warm. Eigenlijk kwam het toevallig van de week over met de fysio die daar bij de club loopt. Eigenlijk is dat best wel raar. Je gaat warm lopen, je gaat de warming-up doen, je gaat inschieten, noem maar op. En dan ga je 10 minuten voor de tijd ga je niet even naar binnen toe, ja, om je te prepareren voor de wedstrijd. En dan ben je eigenlijk alweer een beetje aan het afkoelen. Dus ja, waar zit dan eigenlijk de nuance van het warm lopen? Zo kun je het ook stellen. Maar goed, uiteindelijk is het toch van de concentratie, het omkleden, 5 à 10 minuten. Ja, raar. Maar goed, daar kun je natuurlijk allerlei theorie op loslaten. Maar dat was wel een puntje waar je eigenlijk zegt van, het is eigenlijk best wel raar. Warm lopen, 10 minuten ga je in de kleedkamer zitten, ben je min of meer een beetje afgekoeld en dan ga je wedstrijd beginnen en dan ga je in één keer weer volle bak erop. Nou, dat dus. Nou goed, ik ga deze in ieder geval afsluiten. Als je het weer leuk gevonden hebt, even een duimpje omhoog. Even abonneren op de kanaal. Dan zie ik je volgende week zondag weer terug. Dan zou ik zeggen, een fijne zondag nog. Het weer is een beetje bedrukkend, maar voorlopig, zolang het droog blijft, is goed. Ik zeg prima weer. Dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Dan zeg ik met de welbekende kleine tjoe.